Wij gaan het vandaag hebben over agressie in het verkeer. Mensen ergeren zich meer dan dat ze plezier hebben in het autorijden. En dan, Leni het Hart is bij ons, want de zeehondencrash in Pieterburen bestaat 25 jaar. Ze is ook nog geridderd en ze heeft veel te vertellen. Annemarie van Velsen neemt u mee naar de uiterwaarden van de Maas bij Den Bosch. Nico Dijkshoorn bezocht kangaroes in Nederland, niet eens in Australië. En we hebben een prachtige megaster, Tsukalo, bij ons. Hij gaat natuurlijk optreden en we hebben nog een verrassing. Kijken dus, tot zo. Thuis, even bijkomen. Dit is de 5 uur show met Viola Holt. Goedemiddag. Goedemiddag allemaal. Goedemiddag. Welkom. Nou, de nieuwe haring is er. Ik heb hem vanmorgen mogen proeven in het prachtige natuurgebied de Planken Wambuis. En ik moet zeggen, heerlijk. Dus in heel Nederland kan u genieten van de haring. We proberen op dit moment contact te krijgen met Tel Aviv. Want zoals u het nieuws hebt kunnen zien, het is heel belangrijk, de verkiezingen daar tussen de ene partij en de andere partij. U weet precies wat ik bedoel. Corny Mus zei het al, dat het moeilijk was om contact te krijgen. Hebben wij contact met Belia Brilleman nu? Helaas, we blijven het voor u proberen. U kunt de hele avond de verkiezingen in Israël volgens ontzettend belangrijk voor de wereldvrede ook. Maar wat hebben wij dan nu voor u? De zeehondencrash in Pieterburen bestaat 25 jaar. En eigenlijk de leading lady van dat hele gebeuren is Leni het Hart. En zij is geridderd, zij is hier om daarover te komen praten. Annemarie van Velsen neemt u nog één keer dit seizoen mee. Waarheen? Naar de uiterwaarden rond de Maas. En dan in het gebied bij Den Bosch. Een prachtige reportage over natuur. Nico Dijkshoorn is niet naar Australië, maar levert toch in een reportage een aantal kleine kangaroes. Die laten we u ook zien. En dan Senza Una Donna was zijn eerste grote hit. Het is een absolute wereldster uit Italië. Tsukalo, hij is hier. En zo klonk het vanmiddag. U zult straks het hele optreden kunnen volgen. Als je aan vakantie denkt en plekjes in Nederland, dan weet je misschien niet zo goed waar je heen moet. Maar we hebben hier een man die weet precies waar u heen moet. Hein van Beek, welkom. Je hebt een boekje samengesteld van maar liefst 100 gastenkamers. Ja, we hebben 106 gastenkamers geselecteerd uit een vrij groot aanbod. Bed and breakfast. Waarom hebben we dat gedaan? Het bleek dat er in Nederland nog niet echt een goede gids voorhanden was. En we merken gewoon in het buitenland dat er zijn erg veel gidsen en veel mensen houden van bed and breakfast, omdat het heel persoonlijk is. Je logeert op kleine locaties. En, als je niet van een groot hotel houdt. Ja, precies. Het is heel persoonlijk. Mm-hmm. En hoe ben je op dat idee gekomen eigenlijk? We hebben zelf vrij veel gelogeerd op bed and breakfast in het buitenland. En mijn vrouw en ik hebben zelf op de Veluwe een bed and breakfast. Het bleek dat er geen gids was. We wilden graag in een gids staan. Dus hebben we een gids samengesteld. Ja, precies. Maar wat zijn nou de belangrijkste criteria om in dat boekje opgenomen te worden? Waar heb je nou speciaal op gelet? Ja, dat is punt 1 de ontvangst. Dus het persoonlijke karakter van de locatie. Het comfort. Even nadenken. Jij hebt het geschreven. Ja, nee, precies. Het persoonlijke ontvangst, de comfort, de locatie en het karakter van het huis. Ja, het karakter van het huis. En de gastvrijheid. De gastvrijheid is natuurlijk ook heel belangrijk. Want dat wil nog in een groot hotel, ben je toch maar een nummer. In een klein hotel of een klein gastenverblijf word je dus behandeld als een koning of een koningin. Precies. Goed. Nou, u kunt het zelf gaan bekijken, het boekje, om uw reis door Nederland dus eventjes te verdiepen. Als u van plan bent in Nederland te blijven. Heel veel succes, ook met je eigen gastenverblijf natuurlijk. Dank je wel, Heen. Een grootschalig onderzoek van Verkeer en Waterstaat wijst uit dat drukke wegen stressverhogend werken. Dit kan weer leiden tot agressief en asociaal rijgedrag. En omdat 84% van de verkeersdeelnemers zich ergert aan de medeweggebruikers, ontstaan er meer files en neemt de verkeersonveiligheid toe. Een visueuze cirkel dus. De 5 uur show wil van u weten:
Rijdt u nog ontspannen over de Nederlandse wegen? Ja of nee? Bel uw mening door op 06-300-705. Of bent u misschien ook zo'n stresskikker? We hebben allemaal die situaties wel eens meegemaakt. Wilt u erover meepraten in de uitzending? Althans, even uw mening geven. Per computer wordt geregistreerd 06-300-705. U kunt het ook even nalezen als u nog niet direct wilt bellen op RTL Text pagina 235. En straks na het nieuws is hier een man die is zelfs uitgestapt om de verkeersovertreder op de weg even flink de waarheid te zeggen. De afgelopen seizoenen heeft u regelmatig bij ons reportages gezien over het werk van de Doe Het Wens Stichting. Een van de reportages die u en ons ook het meest is bijgebleven is die van Katja. En vanmiddag zit ik hier aan tafel met de moeder van Katja, Wilma Schonings, en de hartsvriendin van Katja, Annemieke de Kousenmaker. Welkom. Wilma, Katja is op 21 oktober 1994 overleden. Hoe ziet jouw leven er sindsdien uit? Hoe zit mijn leven er op dit moment uit? Er is ontzettend veel veranderd. Er is een grote leegte gevallen. Heel veel vrije tijd. Probeer ik met dingen rondom huis en werk op te vangen. En lukt vrij aardig. Moedig. Ja, je moet weer op poten komen na zo'n verlies. Je moet toch verder. Je moet verder, ja, dat begrijp ik. Annemieke, je hebt een innige vriendschap met Katja opgebouwd in de tijd dat jullie samen in het ziekenhuis lagen. Wat betekende Katja voor jou? Nou, Kaat was een gewone meid. Ik bedoel, ze was ziek, maar het is een gewoon meisje. Dus het was heel gezellig. Leuke dingen doen samen. Het ziekenhuis besteld zetten. Het was leuk met z'n tweeën. Maar wij niet met z'n tweeën. Het was echt een clubje met meerdere. Ja. Het is heel gezellig. Wilma, Katja had een grote wensen. Katja die werd erop attent gemaakt. De stichting Doe een Wens. Dat is gebeurd door een kinderverzorgster van de afdeling. En als eerste wens kwam meteen naar voren van: ik wil een galafeest om iedereen te bedanken die altijd bij mij op bezoek kwam. Dat was Katja de Wens. Zo was haar karakter ook, hè? Zo was haar karakter. Ja. Altijd opgewekt en vrolijk. Het is ons... dacht altijd aan anderen. Ja. Nou, en wij staan nog even stil bij haar. We kijken nog even naar een stukje van de reportage. Dat feest wat voor Katja georganiseerd werd. Jij kan de zon laten schijnen, als je loopt langs en de wolken verdwijnen. En als je lacht, lacht heel de wereld. En nou jullie, komt ie! Zijn we dood, maar als ik wakker word, dan ga ik dood in God. Ik voel je aardig met je. Ja. Is dat moeilijk voor je om dit nog terug te zien? Of heb je er toch steun aan haar blijheid van die avond? Oh, jawel. En hoe vaker je er naar kijkt... Ja, je gaat er steeds met andere ogen bekijken. Ja. En je ziet gewoon van, nou, zij heeft er zelf gewoon ontzettend van genoten. Ja. En dat is voor mij ook heel belangrijk. Ik vind het lief dat je de hand vasthoudt. Je bent eigenlijk een hele goede vriendin. Annemieke, hoe heb jij die dag van dat feest beleefd? Het was niet alleen de dag. Die weken ervoor al was echt, het had het nergens anders over. Nee. Wat we aandeden. We moesten in het lang van Katja. We mochten niet in het kort. En de dag zelf, het was heel goed georganiseerd. En Kaat heeft genoten. Iedereen vond het leuk. Ja. Het was eigenlijk een feest voor iedereen die daar was. Ja. Wilma, heeft Katja die reportage nog kunnen zien eigenlijk? Katja is vrijdagavond overleden. En vrijdagochtend hebben Katja en ik en nog een paar vriendinnen van school hebben dus de reportage bekeken. Mm-hmm. Heeft zoiets, het feit dat je dochter haar wens vervuld was, heeft dat geholpen bij de verwerking van het rouwproces? Oh, zeker wel. Want als je ziet hoe dat kind er naartoe geleefd heeft en gewoon ook hoe de stichting zelf alles eromheen gedaan. En dat was fantastisch. Mm-hmm. En daar heeft ze echt volop van genoten. Annemieke, was dat ook te merken dat deze wens zo belangrijk voor haar was? Bij jou als vriendin? Ze heeft er echt naartoe geleefd. Ze was een en al energie daar. En daarna was ze echt op. Ja. Het was echt een soort afscheid van me. Ja. Nou, het is mooi in ieder geval met het gesprek met jullie. Hopen we dat andere mensen ook deze stap zullen nemen. Mensen die ook niet meer in het leven kunnen staan. Ik dank jullie. Ik dank jou ook zeker voor je moedige verhaal hier. En als u meer informatie wil hebben over de Doe een Wens Stichting, dan kunt u even kijken op RTL Text, pagina 235. Dank je wel. Goeie reis.
Voor de laatste keer dit seizoen, want u weet, aanstaande vrijdag is het onze laatste uitzending. Ging Annemarie van Velsen van Natuurmonumenten op zoek naar mooie plekjes. En deze keer werd het uiterwaarde van de Maas bij Den Bosch. Wij gaan het vandaag hebben over agressie in het verkeer. Mensen ergeren zich meer dan dat ze plezier hebben in het autorijden. En dan, Leni het Hart is bij ons, want de zeehondencrash in Pieterburen bestaat 25 jaar. Ze is ook nog geridderd en ze heeft veel te vertellen. Annemarie van Velsen neemt u mee naar de uiterwaarden van de Maas bij Den Bosch. Nico Dijkshoorn bezocht kangaroes in Nederland, niet eens in Australië. En we hebben een prachtige megaster, Tsukalo, bij ons. Hij gaat natuurlijk optreden en we hebben nog een verrassing. Kijken dus, tot zo. Thuis, even bijkomen. Dit is de 5 uur show met Viola Holt. Goedemiddag. Goedemiddag allemaal. Goedemiddag. Welkom. Nou, de nieuwe haring is er. Ik heb hem vanmorgen mogen proeven in het prachtige natuurgebied de Planken Wambuis. En ik moet zeggen, heerlijk. Dus in heel Nederland kan nu genieten van de haring. We proberen op dit moment contact te krijgen met Tel Aviv. Want zoals u het nieuws hebt kunnen zien, het is heel belangrijk, de verkiezingen daar tussen de ene partij en de andere partij. U weet precies wat ik bedoel. Corny Mus zei het al, dat het moeilijk was om contact te krijgen. Hebben wij contact met Belia Brilleman nu? Helaas, we blijven het voor u proberen. U kunt de hele avond de verkiezingen in Israël volgens ontzettend belangrijk voor de wereldvrede ook. Maar wat hebben wij dan nu voor u? De zeehondencrash in Pieterburen bestaat 25 jaar. En eigenlijk de leading lady van dat hele gebeuren is Leni het Hart. En zij is geridderd, zij is hier om daarover te komen praten. Annemarie van Velsen neemt u nog één keer dit seizoen mee. Waarheen? Naar de uiterwaarden rond de Maas. En dan in het gebied bij Den Bosch. Een prachtige reportage over natuur. Nico Dijkshoorn is niet naar Australië, maar levert toch in een reportage een aantal kleine kangaroes. Die laten we u ook zien. En dan Senza Una Donna was zijn eerste grote hit. Het is een absolute wereldster uit Italië. Tsukalo, hij is hier. En zo klonk het vanmiddag. U zult straks het hele optreden kunnen volgen. Als je aan vakantie denkt en plekjes in Nederland, dan weet je misschien niet zo goed waar je heen moet. Maar we hebben hier een man die weet precies waar u heen moet. Hein van Beek, welkom. Je hebt een boekje samengesteld van maar liefst 100 gastenkamers. Ja, we hebben 106 gastenkamers geselecteerd uit een vrij groot aanbod. Bed and breakfast. Waarom hebben we dat gedaan? Het bleek dat er in Nederland nog niet echt een goede gids voorhanden was. En we merken gewoon in het buitenland dat er zijn erg veel gidsen en veel mensen houden van bed and breakfast, omdat het heel persoonlijk is. Je logeert op kleine locaties. En, als je niet van een groot hotel houdt. Ja, precies. Het is heel persoonlijk. Mm-hmm. En hoe ben je op dat idee gekomen eigenlijk? We hebben zelf vrij veel gelogeerd op bed and breakfast in het buitenland. En mijn vrouw en ik hebben zelf op de Veluwe een bed and breakfast. Het bleek dat er geen gids was. We wilden graag een gids staan. Dus hebben we een gids samengesteld. Ja, precies. Maar wat zijn nou de belangrijkste criteria om in dat boekje opgenomen te worden? Waar heb je nou speciaal op gelet? Ja, dat is punt 1 de ontvangst. Dus het persoonlijke karakter van de locatie. Het comfort. Even nadenken. Jij hebt het geschreven. Ja, nee, precies. Het persoonlijke ontvangst, de comfort, de locatie en het karakter van het huis. Ja, het karakter van het huis. En de gastvrijheid. De gastvrijheid is natuurlijk ook heel belangrijk. Want dat wil nog in een groot hotel, ben je toch maar een nummer. In een klein hotel of een klein gastenverblijf word je dus behandeld als een koning of een koningin. Precies. Goed. Nou, u kunt het zelf gaan bekijken, het boekje, om uw reis door Nederland dus eventjes te verdiepen. Als u van plan bent in Nederland te blijven. Heel veel succes, ook met je eigen gastenverblijf natuurlijk. Dank je wel, Heen. Een grootschalig onderzoek van Verkeer en Waterstaat wijst uit dat drukke wegen stressverhogend werken.
Dit kan weer leiden tot agressief en asociaal rijgedrag. En omdat 84% van de verkeersdeelnemers zich ergert aan de medeweggebruikers, ontstaan er meer files en neemt de verkeersonveiligheid toe. Een visueuze cirkel dus. De 5 uur show wil van u weten, rijdt u nog ontspannen over de Nederlandse wegen? Ja of nee? Bel uw mening door op 06-300-705. Of bent u misschien ook zo'n stresskikker? We hebben allemaal die situaties wel eens meegemaakt. Wilt u erover meepraten in de uitzending? Althans, even uw mening geven. Per computer wordt geregistreerd 06-300-705. U kunt het ook even nalezen als u nog niet direct wilt bellen op RTL Text pagina 235. En straks na het nieuws is hier een man die is zelfs uitgestapt om de verkeersovertreder op de weg even flink de waarheid te zeggen. De afgelopen seizoenen heeft u regelmatig bij ons reportages gezien over het werk van de Doe Het Wens Stichting. Een van de reportages die u en ons ook het meest is bijgebleven is die van Katja. En vanmiddag zit ik hier aan tafel met de moeder van Katja, Wilma Schonings, en de hartsvriendin van Katja, Annemieke de Kousenmaker. Welkom. Wilma, Katja is op 21 oktober 1994 overleden. Hoe ziet jouw leven er sindsdien uit? Hoe zit mijn leven er op dit moment uit? Er is ontzettend veel veranderd. Er is een grote leegte gevallen. Heel veel vrije tijd. Probeer ik met dingen rondom huis en werk op. Ja, je ziet er altijd heerlijk sportief uit. En zo moet je toch bij de zeehonden zijn. Allereerst gefeliciteerd. Jij bent onderscheiden als ridder in de orde van Oranje Nassau. Ja, is dat nog. Ook dat nog? Ja, zo'n groot ding op de borst. Terecht. Nou, ik ben er heel blij mee. Vooral ook voor alle medewerkers. Want we zijn natuurlijk met een hele grote groep. Ik doe het niet alleen. Nee. En dat is gewoon voor alle mensen die voor de zeehonden wat doen. En daar ben ik heel blij mee. Dat kan ik me voorstellen. Nou, las ik vanmorgen in de krant dat er in Zwolle iets was met een zeehondje. Vertel. Ja, nou, die is op reis, hè? Ja? Die is helemaal door de Afsluitdijk gekomen. Die is het IJsselmeer rondje IJsselmeer. Even langs het Ketelmeer. Heeft even kampen aangedaan. Even door Zwolle heen. Die was op vakantie. Ja, Overijsselse Vecht zat hij, geloof ik. En nu zit hij weer in de singels van Zwolle. Maar hoe kan dat nou? Ja, ze gaan dan met een schip door de sluizen heen en komen op het IJsselmeer. Ja, en dat is natuurlijk best wel groot. En om dan weer terug te gaan, dan moet er net weer een schip doorheen gaan dat hij weer mee kan. Dus hij is gewoon verdwaald en we hopen hem ook wel te kunnen vangen. Maar een zeehond vang je niet zo makkelijk, hoor. Die zijn supersnel onder water. En glad, hè? En glad. Er stond ook op de Telex vanmorgen stond dat er het aantal zeehonden in de Waddenzee flink is toegenomen. Dus je zou jezelf best op de borst mogen slaan natuurlijk voor zoiets. Ja. Maar wat is nou het geheim van dat succes? De zeehond is natuurlijk, die staat aan het eind van de voedselketen. Hè? Wat er met de zeehond gebeurt, kan ook met ons gebeuren. Ze hebben prachtige, mooie ogen. Wij laten eigenlijk de mensen zien wat er aan de hand is in de Waddenzee. En daar gebruiken we de zeehond voor. Dat is voor zijn eigen bestwil. En ik vind ook voor die van onszelf. En dus we hebben al meer dan 500 zeehonden vrijgelaten vanaf 88. Toen zijn er heel veel dood gegaan. Ja. Dus van die zeehonden die er meer zijn, is over een derde van ons. Over 88 ga ik straks even, want het is een rampjaar voor de zeehond en voor de mensen uiteraard ook. Laten we nog eens even kijken naar die schattige kleine kopjes. Schitterend gezicht. Ja, je hebt zelf al een speciale trui er ook van aan. Ja. Je bent op 28-jarige leeftijd begonnen. Gewoon met een tijl in je tuin, hè? Ja, met zo'n wasstoppetje achter in de tuin. Ja. Dat is toch een hele stap om nu zo'n enorm centrum te hebben? Ja, het is zo gegroeid. Het is zo gekomen doordat er steeds meer problemen rond de zeehond kwamen. Er kwamen steeds meer binnen. Mijn tijltje was te klein, dan nog een bakje en dan nog een bakje. Hoe reageerden ze bij jou thuis toen het van het ene tijltje naar het andere tijltje, toen het een zeehondenliefde werd? Ja, nou, aan de ene kant wel. Mijn zoon moest natuurlijk meehelpen. Die was toen 4 jaar toen ik begon. Dus hij moest meehelpen voeren. Hij moest heel veel meedoen. En dat is toch wel goed gegaan. Ja. Ja. Nou, ik zal je vertellen, we hebben nog een leuk grapje. Ik heb hier 2 brillen liggen. Dus enig, dat kunt u thuis ook meemaken. Dit is een bril die ik opzet. Moet u kijken wat er gebeurt. Dit zien de zeehonden onder water. Ziet u? Dit zien ze onder water. Ziet u het ook? Ik ben nu een zeehond onder water, oké? Okay. Ja, dit heb ik gehad. Dan zet ik hem weer af. En dan heb ik hier een andere bril. En dit wordt een zeehond boven water. Kijk eens.
Dit is toch zo? Nee, dit is onderwater. Het is precies andersom. Het is andersom. Ja, dit is onderwater. Dit is onderwater. Ja, ik weet het soms. Ik ben geen zeehond natuurlijk. Ik ben geen zeehond. En ik voel me een beetje zeehond. Dus ik weet. Jij weet het, ik ook zo'n bril. Dat leek me zo prachtig. Om zo'n bril te hebben. Ja. Maar wat zien ze prachtig onder water? Onder water zien ze heel. Ik zal nog één keer. Dit is onder water. En dit is. Bovenwater. Ja. Bovenwater. Oei, ik ga helemaal zweven. Ja, dat is, ze kunnen toch maar best over onder water blijven. Het is heel mooi gedaan. Je hebt in die 25 jaar veel meegemaakt. Het dieptepuntje, gaf het net al even aan, was 1988. Wat is er toch met olietankers en rampen dat het allemaal nog steeds gebeurt? Maak jij daar niet ontzettend kwaad over? Ja, nou, ik voel me dan ook een beetje schuldig, hè, als ik dat zie. Bijvoorbeeld ook met die olieroom. Bijvoorbeeld, we waren op de Shetlands en in Wales. En als je die beesten dan onder de olie ziet, dan denk ik van ja, wij zijn daar schuldig aan. Wij veroorzaken de problemen van de zeehond. Maar 1988 was een virus, hè? Dat was een virus, maar dat hadden wij mensen eigenlijk ook mee veroorzaakt. Ja. Want boven in de Noordelijke IJszee, daar waren de zadelrobben, was hun vis weggevangen. Dus wat deden die zadelrobben? Vis gaan zoeken. Waar kwamen ze terecht? In de Waddenzee. Waar waren ze drager van? Van een heel gevaarlijk virus voor onze gewone zeehond. Ja. Toen gingen de 2/3 dood. Dus eigenlijk was het weer de mens die had ingegrepen en al die dode beesten. En dan voel je je ineens echt van, nou, dat doen wij toch met elkaar. En daarom vinden we ook dat we met elkaar iets voor een zieke zeehond moeten doen. Ja. Maar als de mens Leni niet had ingegrepen, dan waren er toch heel wat minder zeehonden geweest. Nou, misschien was er dan wel iemand anders geweest. Ik help het je hopen. Ik weet dat ze van vis houden. Ja, haring. Nou, haring. Ik heb vanmorgen voor het eerst de nieuwe haring mogen. Ik heb hier een emmertje voor jou. Oh, het is heel zwaar. Ja. Er zitten allemaal visjes in. Dat wou ik je geven als een tractatie van de 5-uur-show. Het is lang niet genoeg voor al die dieren natuurlijk. Maar ik lust ze zelf ook. Ja. Oh, ja. Nou, ik zou zeggen, neem er een hap van. Heerlijk. Dit is voor jou. Gefeliciteerd met 25 jaar Leni 't Hart en Pieter Buren. En ik wens je nog heel veel succes met die schattige zeehonden. Dank je wel. Goeie reis. Nou, ik geef niemand meer een hand hoor, na afloop van de uitzending, want ik zit onder de vislucht. Hij speelde samen met Jan Akkerman, de beste gitarist in de wereld. De tweede gitarist is Eric Clapton, zo is het nu eenmaal bepaald in de polls. Paul Young en Pavarotti. En hij heet Zucchero, Italiaanse megasterm. Hij kon straks optreden en zo klonk het al bij de repetities. Il Volo, en dat wordt waarschijnlijk zijn nieuwste hit. De kranten stonden er vanmorgen vol van. Een 19-jarig meisje heeft zomaar bij een tankstation een baby gekregen en zij wist van niks. Heeft u dat ook meegemaakt? Een bevalling? Pas op het laatst dat u erachter kwam dat u zwanger was. Heeft u kennissen misschien die dat hebben meegemaakt? Dus echt 8,5 maand niks weten. Op het laatste moment er pas achterkomen dat er toch iets niet in orde was. Wilt u erover meepraten in de uitzending? Dan kunt u even bellen naar onze redactie 06-300-444. We gaan er heel even uit voor de reclame en het nieuws. Maar we zijn zo terug met meer. Blijf bij ons. Tot zo. Uit een onderzoek van Verkeer en Waterstaat is gebleken dat wij allemaal agressief zijn in het verkeer. Straks is hier een vrouw die zegt, waar maken we ons toch allemaal druk over? Laten we toch rustig van A naar B rijden. Nico Dijkshoorn op zoek naar de kangaroes. Waar? Niet in Australië, maar gewoon in de Nederlandse Betuwe. Daar zijn een hele nesten van. Dat kunt ze ook gaan zien, denk ik. Het zal wel even duren als je de boel laat aanbranden dat je je vrouw je weer in de keuken laat. Maar wij gaan het toch proberen. Een avondje uit voor twee personen gaan wij verdienen. Hij trad op met Paul Young, met Jan Akkerman, met alle grote in de wereld. Zucchero, Italiaanse megaster. Straks zingt hij hier het prachtige Il Volo. Blij kunt maken met 1000 gulden. God, wat overval. Ik zou zo graag iemand een plezier doen. Ja, ja. Oh, wat leuk van u. Nou, dan weet u vast wel iemand. Goh.
godverdomme, nou, nou toch eens even. Ja, ik weet bijvoorbeeld ook op de kaartclub één die de man verloren is verleden jaar. En dat ineens dat ze een poos terug zat te vertellen. Alles komt op je af en dat ze verschrikkelijk krap zat met alles. En ik weet dat die de huis nou door een kennis opgeverfd wordt, maar dat moet ze toch wel een beetje betalen. Als ik dan nu naar die mevrouw van uw kaartclub naartoe ga, en ik zeg tegen haar, u krijgt namens deze mevrouw van mij 1000 gulden, waar geeft u dat dan uit? Ja, dat is zegt het. Zegt ze dan dat huis? Nou, want ze zijn aan het schilderen bij haar geweest. En, want ik weet dat ze met open ramen heeft geslapen, dat dat niet dicht kon en dat ze bang was. En, dat zou lekker zijn. Ja. En nu kunnen de ramen weer dicht. Ja. Ik wil een heel klein beetje naar buiten komen als je. Hoe vind je dit dan? Het is niet heel erg koud, maar ik heb een grote verrassing en dat is 1000 gulden. Hij is van de 5 uur show en dat betekent dat er nog een vraag bij zit. En die vraag die is: deze twee mensen hebben mij gezegd dat u het goed kunt gebruiken op het moment die 1000 gulden. En nou is mijn vraag: waaraan denken zij nou dat u dat gaat besteden? Dat wordt moeilijk. Ja, of waar? Ja. Uitgeven, ja. Aan mijn huis. Aan het onderhoud en dergelijke. Want uw raam ging niet meer dicht, geloof ik, hè? Nee, het is kapot. Nou, alsjeblieft. Eerlijk. U hebt het. Zo vlak voor de kaart. Ja, leuk, hè? Jeetje. Leuk, hè? Ja. Heerlijk. Heel mooi daarvoor gezien. Ja. Meid. Lekker, hè? Oh. Ik luister altijd goed naar wat je meid zegt. Ja. Lekker, hè? Ik sta er helemaal van te trillen. Geniet er maar lekker van. Ja, lekker hoor. Heerlijk. Hoor je wat ze zei? Ik luister altijd goed naar wat je zegt. Dat is nou mooi. Als we allemaal goed naar elkaar zouden luisteren, dan vliegen die duizendjes van de 5 uur show over tafel. En kunnen we veel meer mensen gelukkig maken. Ik zou zeer gelukkig zijn als het inderdaad morgen 25 graden werd. Gelooft u uw oren ook niet? Ik ook niet. Laten we maar eens even luisteren naar John Bernard. Ja. Hallo. Hi, John. Ja. Ik geloof het gewoon niet. Ik hoor iedereen al roepen, het wordt zo warm morgen. Maar... Ja, dat wordt het. Jij bent de meester van het weer, dus jij mag het zeggen. Dat wordt het ook inderdaad. Ik hoorde dat veel mensen hier uit het noorden kwamen. Ja, die zullen helemaal opkijken. Want daar heeft het bijna de hele dag is het grijs geweest, zoals gisteren hier ook. Het heeft geregend langdurig en het was absoluut niet zo warm. Met een behoorlijke wind erbij. Mm-hmm. Heel langzaam, we zitten nu een beetje op de wip. Komt die zomer dichterbij. In Brabant, Limburg, daar werd het al 1,22 graden vanmiddag. Oh ja? Zo dol is het niet. En als je op de satellietfoto kijkt die ik straks weer laat zien... dan zie je dat een heel groot deel van Europa in de zon ligt te baden en te bakken. Nou moet de wind nog even zuidelijk worden. En dat gebeurt ook inderdaad. Oh, dus we gaan die goede kant uit. Laten we het even doornemen voor alle details verder. Vannacht zitten nog wat wolkjes hier en daar. Gaten ertussenin en het wordt 12 graden. Daar kun je het ook al aan merken. Die nachten zijn niet meer zo koud dan. En dan morgen overdag, nou, vanuit het zuiden, die wind is zuidelijk, komt de zon steeds beter tevoorschijn. Ook in Friesland, ook in Groningen. En dan gaan de temperaturen flink omhoog. Het koude zeewater houdt het op de Waddeneilanden nog 18 tot 20 graden. Verder wordt het zo'n 4 tot 26 graden. Misschien een enkele plek nog wel wat warmer. We gaan dus in één keer eigenlijk van een soort nawinter in één keer de zomer in. Ja, ja, maar dat blijft voorlopig even zo? Of? Niet dit soort temperaturen, maar we blijven heel aardig weer hebben, hoor. Dus de laatste 5 uur shows die verlopen buitengewoon gunstig. Leuk. Nou, de laatste ziet jou zeker terug. Morgen is bevrijde dag. Dan ga ik heerlijk gestrekt op het weiland. Dank je wel, John Bernard, voor het mooie weer. Een grootschalig onderzoek van Verkeer en Waterstaat wijst uit dat drukke wegen stressverhogend werken. Dit kan weer leiden tot agressief en asociaal rijgedrag. En omdat 84% van de verkeersdeelnemers zich ergert aan de medeweggebruikers, ontstaan er meer files en neemt de verkeersonveiligheid toe. Een visueuze cirkel dus. De 5 uur show wil van u weten, rijdt u nog ontspannen over de Nederlandse wegen? Ja of nee? Bel uw mening door op 06-300-705. En u hebt gebeld met velen. Laten we eens even kijken wat u daarvan vindt.
46% rijdt nog ontspannen over de weg, maar 54% niet. Dat zijn allemaal mensen die u kunt tegenkomen onderweg. Na het nieuws van 6 uur is hier een vrouw, die heeft de auto zelfs weggedaan, omdat ze niet meer tegen de agressie in het verkeer kan. Kent u dat? Je gaat vooral in deze tijd een nieuw badpak passen en dan komen er van die witte melkflessen onderuit. Dat is natuurlijk helemaal geen leuk gezicht. Tegenwoordig word je wel veel gewaarschuwd voor het zonnebaden. Het schijnt niet zo gezond te zijn. Maar hoe kan je er nou het beste mee omgaan? Pidi de Kwaai zit naast ons. Hallo Pidi. Dag Viola. Pidi, wat gebeurt er eigenlijk als je de zon ingaat met je huid? Van alles, maar wat veel mensen niet weten is dat de huid dikker wordt. Dat is iets heel aparts. Eigenlijk, bij ons kun je het zo goed zien, want we hebben vrij lichte huid en vrij dunne huid. Maar kijk je bijvoorbeeld naar de Aboriginals in Australië, hebben die hele dikke huiden, die zijn een beetje ruw ook. Dat is een verdikking van de huid onder invloed van zonlicht. En wat we allemaal weten natuurlijk is dat we bruin worden. En dat komt omdat de melanine in de huid wordt aangewakkerd. Die zorgt voor pigmentvorming en dan krijg je een bruine kleur van. Dat zijn de twee belangrijkste dingen eigenlijk. Ja. Maar jij zegt bruin, maar ik zie ook wel eens mensen die zijn zo rood als een biet, hè? Dan hebben ze iets bruin gedaan. Is dat niet? Nee, dan word je rood. Dat is eigenlijk het waarschuwingssignaal van het lichaam dat er iets fout is gegaan. Want je kunt dus zonlicht onderverdelen in UVA en UVB-straling. En UVA-straling gaat diep in de huid en zorgt ook voor bruining. Maar kan bij een teveel aan licht ook nadelige effecten veroorzaken. Zoals huidveroudering bijvoorbeeld. UVB-licht is meer oppervlakkig. Zorgt ook voor een bruine kleur. Maar bij een teveel aan UVB krijg je dus die rode kleur. Dus heb je een te rode huid na het zon, dan heb je in ieder geval iets verkeerd gedaan. Te lang in de zon gelegen. Behoorlijk. Ja. Goed, nou, we willen het liefst allemaal zonder gevaar een beetje een leuk tintje hebben. Wat kunnen we dan het beste doen? Je kunt je goed voorbereiden. Er zijn uit onderzoeken is gebleken dat een aantal vitamines en antioxidanten een goede voorbereiding op de huid veroorzaken. Die genereren dat. Er is een product waarin deze belangrijke bestanddelen is verwerkt. Het is een vrij nieuw product. Bronsactief solair. Dat zijn capsules. Iets anders dan anders. Waar vitamine C en E in zitten. Dat zijn de vrije radicale vangers. De antioxidantia, zoals dat heet. Selenium en beta-carotene. En deze ingrediënten tezamen zorgen dus voor een inwendige bescherming van de huid. Oh, dat kan ook van binnenuit. Dat is heel speciaal en nieuw. Ja. Je had het net over antioxidanten. Kun je nog even uitleggen wat dat precies zijn? Ja, in ons lichaam bevinden zich vrije radicalen. Nou, dat klinkt heel eng. Het klinkt een beetje als een soort van legertroepje. Dat is het niet. Dat is een hele gezonde, normale bestanddelen in het lichaam die nodig zijn voor de stofwisseling. Alleen te veel aan deze stoffen of als ze uit balans raken, kunnen wel nadelige oorzaken hebben. Bijvoorbeeld huidveroudering, dat is een bekend fenomeen in dit geval. En die ontstaan bij een teveel aan zonlicht, waar we het zojuist over hadden. Dus die rode kleur is een signaal dat in het lichaam iets fout gaat. Bijvoorbeeld vrije radicaalvorming. En te veel roken, stress, slechte voeding, slechte leefgewoontes, oorzaak allemaal nummer 1 van deze vrije radicale vangers. Deze capsules bevatten dus ingrediënten die dus die radicalen gaan vangen, ze onschadelijk maken, waardoor je binnenaf wordt beschermd tegen dat schadelijke zonlicht. En het veroorzaakt bovendien het extra aanmaken van die melanine. En daarvan is bekend dat die een bruine kleur geeft. En een bruine kleur is natuurlijk een bescherming tegen de zon. Dus dubbele werking. Oké, dat is heel duidelijk. Maar waar zitten die antioxidanten nog meer in? Nou, in voeding op zich wel. Je kunt natuurlijk, als je gezond eet, is bekend dat je dan je lichaam ook beschermt. Alleen het probleem is, je krijgt ze nooit in de goede dosis of in de goede concentratie binnen. Bijvoorbeeld vitamine C zit in fruit. Vitamine E zit in plantaardige vetten, in margarine, in olie. En er zijn meerdere vitamines die voor een goede inwendige zorg hebben voor het lichaam. Alleen je eet niet elke dag de juiste voeding. Je krijgt niet elke dag bijvoorbeeld broccoli binnen, wat beta-carotene bevat. Niet in de goede dosis. Dus ja, niet iedere dag ben jij goed beschermd van binnenaf. En daarom is een aanvulling met een capsule natuurlijk best heel slim. Ja. Die capsules, oké, inderdaad, elke dag broccoli eten en net zoveel dat je aan je tanks komt, is ook niet slim. Nee. Hoe vaak moet je die capsules dan innemen? Nou, je begint zeg maar 2 weken voordat je op vakantie gaat, voordat je de zon opzoekt. Want je lichaam heeft tijd nodig om de juiste concentratie binnen te krijgen om goed beschermd te zijn. Dan op het moment, dat zijn er dus 4 per dag die je dan slikt. Dat zijn er 2 s'morgens en 2 s'middags. En dat doe je zolang als je in de zon blijft. Dus je begint 2 weken van tevoren. En zolang je in de zon bent. Even voor alle duidelijkheid. Alleen het innemen van die capsules, wat we hier mevrouw zien doen, dat is dus niet voldoende. Hè? Het is wel nodig dat je in de zon komt ook. Want anders denken mensen van een pilletje eten en ik word vanzelf bruin. Nee, dat is niet zo. Want het is geen bruinmaakpil of zo. Het is een beschermingspil.
van binnenaf, die de huid beschermt van binnenuit, die ervoor zorgt dat melanine wordt aangemaakt, waardoor je sneller bruin wordt. Alleen ga je in de zon, dan moet je natuurlijk gewoon blijven beschermen. Dus ja, je bent van binnenuit en van buitenaf, als het goed is, als je het goed doet, ja, op die manier beschermd. Het is bescherming van binnenuit, dat is heel precies, duidelijk. Ja. Wilt u meer, want de zomer komt eraan en morgen wordt het al de eerste warme dag. Wilt u meer informatie over dit onderwerp, dan kunt u een testkaartje die aangeeft hoe lang u in de zon blijft aanvragen. Stuur dan een briefkaartje naar dit adres, de 5 uur show, postbus 30500 1202 NJ Hilversum. Zet erbij cosmetica en de datum van vandaag. En lees het na op RTL Text, pagina 235. Morgen goed beschermd in de zon, Pidi. Lekker de zon in. Ik ook, dankjewel. Tot ziens. Riek Hilgers uit Beegden is aan de beurt om misschien wel 600 gulden te verdienen. Hallo Riek. Hallo Viola. Mag ik Riek zeggen? Zeker. Ja. Hoe zit het daar in Beegden? Waar ligt dat trouwens? Dicht bij Roermond. Oh, dus zover. Ja. Oei, zit je helemaal met een kamer vol? Nee, met mijn man en mijn zus. Ik hoop dat ze je gaan helpen, want we gaan nu beginnen met jouw letters bellen en spellen. Hier komen ze, let ja, op. Jij. Leven de gein, natuurlijk, dat heb je nog. Eigen. Ik hoor je man. Goed zo, meneer. Liegen. Liegen. 300 gulden heb je al. Je gaat goed, Riek. Wat is liegen. Dat? Juist. Hij is goed vandaag, hè? Maar die allerlaatste is moeilijk, hoor. Die is moeilijk, hè? Oh jee, een tientje, nog een tientje. Kijk goed. Nee. Wat ben je nou als je erg... Levendig. Levendig, natuurlijk. Ja. Ik heb je toch nog even proberen te helpen. 460 gulden, toch niet gek? Wat ga je ermee doen? Ik zal het nog niet weten. Nou, het overvalt je ook zo verschrikkelijk, ja, hè? Maar het is een mooi bedrag en gefeliciteerd ermee. Ja. Dankjewel voor dankjewel, het meedoen. Dag. Grijp uw kans de laatste paar dagen van de 5 uur show. Kijk even als u mee wilt spelen op RTL Text pagina 706. Het heette Così Celeste en het werd gespeeld op een liefdadigheidsconcert in Modena in Italië. Het is een deel van de opbrengst van de cd van dat concert gaat naar de kinderen in Bosnië. En dat is een initiatief van de grote Pavarotti en Friends. En hij heeft heel wat vrienden. En bij ons is de Italiaanse megastijl Zucchero. Ja, ja. En ik mag met hem praten. So what was your first reaction? Welcome to Holland when Pavarotti asked you. Grazie mille. Grazie mille. Italian, ja. Grazie per avermi invitato. Ah, sì. Tutto bene, sì. The first capisci reaction. Yes. I don't know if I speak good English. I try, right? Yeah. The first reaction was probably he did the wrong number. Let me translate it. De eerste reactie was waarschijnlijk heeft hij het verkeerde nummer gedraaid. But you did it, you did it. So yeah, tell me, why is it important to raise money for the children in Bosnia? It's important to find money to build this music school in Mostar to help the children and try to help them to forget the horrors mm-hmm of the war. Mm-hmm. And music can help to, you know, could help this I children understand to forget. Let me translate. De kinderen in Bosnië, zegt Zucchero, hebben heel veel meegemaakt. En er komt een muziekschool in Mostar om hun de ellende die ze al zoveel jaren hebben meegemaakt te doen vergeten. En muziek kan je helpen dat te vergeten. Bij ons is ook Willemijn Verloop, kom erbij staan, van War Child. Welkom. Wat hello gaat er gebeuren met welkom de opbrengst? Ik ga eventjes aan Zucchero zeggen, dit is een check. En Zucchero, to you the honor to give this to Willemijn.
Kijk eens, en het is een cheque geworden van hoeveel? Oh, $300.000, 6 ton. Ja! I'm very proud to give you this. And of course I'm here for the other. Yes, I know. Pavarotti and friends. Pavarotti and friends, oké. Okay. In representatief. Representatief. Hij staat hier namelijk ook. Ik wil even aan jou vragen, wat gaat er gebeuren met deze opbrengst? Je hebt een microfoon. De opbrengst wordt door de hulporganisatie War Child gestoken in een muziektherapiecentrum voor kinderen in Mostar. Ja, prachtig, prachtig, prachtig. Nou, ik heb nog iets anders. En dat, kijk, hier zie je de muziektherapie even. Hier zie je hoe mensen blij kunnen zijn met muziek. Kinderen die het echt verdienen. Die ellende in hun leven hebben meegemaakt. Niemand in de wereld wil graag dat hun kinderen een oorlog meemaken. En muziektherapie wil zeggen echt dat dat helpt, hè Willemijn? Dat de kinderen daar beter van kunnen worden. Ja. Goed. Nou, Zucchero, I have a surprise for you here. Want Pavarotti and Friends, we see it. Meer dan 50.000 cd's zijn er verkocht. This is for the children of Bosnia. And this is a present for you. Did you expect to be a success, this? I'm very happy. And yeah, of course, we hope that... Everybody hope, all of us hope that was could be a successful, but for help the children, and that's is a thank you. Hij zegt het is eigenlijk meer een prijs voor de kinderen, en this is for you, please take it from the audience, yes. Grazie, grazie mille, grazie. Maar hij gaat nog niet weg, want zijn nieuwe cd heet Spirito Divino. Spirito Divino. Dat is het Heilige Geest, hè? Ja, dat vertaalt hij natuurlijk niet. En het prachtige nummer wat absoluut een hit gaat worden is Il Volo. Hier is Zucchero. Zo, dat klonk als een huis en het gaat een grote hit worden. Van Zucchero gaan wij naar de kangaroes. Hele kleine lieve dieren. Australië? Nee hoor, kijk maar naar een reportage van Nico Dijkshoorn. Met deze kangaroes op de achtergrond zult u ongetwijfeld denken... ze zijn met de Vijf Uur Show naar Australië. Jammer, helaas, het is niet zo. We zitten hier in een prachtige Betuwe, midden in ons eigen land. De kangaroe is een buideldier en die heb je in alle soorten maten. Van een kleine rat tot een hele grote reuze kangaroe. In dit geval zijn het de kleinere Bennett Wadibi kangaroes van familie Van den Berg. Op een kangaroe-eiland waar je kangaroes vindt... Zoekt een kangaroemoeder naar de kangaroekind. Rianda, hoe ben je eigenlijk aan al die dieren gekomen? Nou, de eerste kangaroe die is gekomen via de krant, stond een advertentie in. En daar heb ik op gereageerd. De tweede die is gekomen naar een adres van een dierenpark hier in de buurt. Dat was een vrouwtje. En de rest dat is er zoveel lieveling bijgekomen. En hoeveel zijn er nou ongeveer uit de buidel gekomen? Bij ons is er op dit moment is er eentje... volwassen en 4 zitten er nu in de buidel. En zo'n buidel is eigenlijk best een vreemd mechanisme. Dat is een grote huidplooi die dan zeg maar over de tepels gevat ligt. Ja. En ze beschermt tegen de woelige buitenwereld. Het rare is ook dat ze na een maand pas de baarmoeder al verlaten. En zich vastzuigen aan die tepel. En sommigen dachten vroeger zelfs dat die vrucht uit de tepel kwam. Dat is natuurlijk niet zo. Het eten, hè? Ze zijn natuurlijk graseters. Wat eten ze bij jou? Een soort met van konijnenkorrels. Het zijn originele kangaroekorrels. Een appeltje, een worteltje en wat wilge takken, want die schillen ze voor het gebied. We weten, Rianne, dat de natuurlijke vijanden zijn natuurlijk de strenge vorst. Maar
in Australië ook de droogte. De honden en de slangen. Hier is het nog lekker groen. Hoe doe je het eigenlijk in de winter met de kou? Nou, als het inderdaad